Jongens, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Apex Legends video hier op mijn kanaal. Ik wil meteen even mededelen dat deze video opnieuw gesponsord is door EA, dus heel erg bedankt daarvoor. Er is namelijk deze week een nieuwe pack uitgekomen die je kan kopen in de store voor 20 euro. En dat is de Pathfinder pack met onder andere deze hele gave legendary skin, deze legendary Havoc skin, deze exclusieve Molotov cocktail charm voor op je wapen, deze exclusieve lone bot badge en allerlaatste nog 1000 Apex coins. Dus wat we vandaag gaan doen is iets wat we eigenlijk nog nooit eerder hebben gedaan. Ik ga namelijk spelen op het account van een kijker. En als ik dat potje win die ik ga spelen, dan krijgt de persoon van wie dat account is van mij de Pathfinder pack. Dus ik ga heel erg mijn best doen om het potje te winnen. En ik hoop dat het gaat lukken. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Dus ik speel op het account van Melanie. Heel erg bedankt dat ik een potje op je account mocht spelen. En het enige wat ik dan nog kan zeggen is geniet ervan. En wie weet ga ik wel een keer op jouw account spelen. En wie weet kunnen we dit wel vaker gaan doen. Dat ik ook daadwerkelijk iets aan de mensen geef als ik een potje op je account kan winnen. Dus ik ga het proberen. Ons potje is begonnen en ik heb gekozen voor de Bangalore Legend. Puur gewoon omdat ik me wel heel erg moet gaan concentreren. Omdat we nu echt voor iets spelen. Dus mijn concentratieniveau gaat omhoog. Ik zie Barsarmen. Nee! Haha, man, nee! Ik had gewoon die kant op moeten rennen, man. Dan had ik hem gehad namelijk. Nou ja, nu heeft mijn teammate Barsarmen en mijn andere teammate is het potje geliefd. Geen idee waarom je dat zou doen, maar hij staat daar stil. Thanks teammate. We hebben heel veel aan namelijk. Oké, we gaan nog heel snel door met looten. Er zijn hier wel ook vijanden geland, dus ik zit wel te lachen. Maar ik zeg net, mijn concentratieniveau is hoog. En dan zit ik nu alweer te lachen. Dat is ook niet het allerslimste, maat. Wat heb ik allemaal voor stomme dingen bij me? Die kan weg, die kan weg. Die kan ik houden, die granaat kan weg. Want die gooi ik altijd mis. Ja, ik weet dat daar enemies zitten, ja. Oh, kijk, een shotgun bolt voor op mijn IVA 8. Dat is wel handig. Oh, hij staat er al. Blauw armor, oké, cool, dat wou ik even weten. Let's go, boy. Oh, oh. Oké, ik had niet verwacht dat hij daar zou staan, eigenlijk. Hij heeft gewoon zijn armor weer gerepareerd ook. Kom op! Ik heb nog één kogel, dankjewel, teammate. Teammate heeft tot nu toe alle twee knocked gehaald. Dat doet hij goed. Maar ze moeten niet gerevived worden. Dus ga maar naar binnen. Volgens mij is hij er vandoor gegaan. Volgens mij is die laatste vijand die nog leefde er vandoor gegaan. Dus wat ik doe, is ik loot hem gewoon even snel. Want ik wist dat jij betere armor had. En je hebt een beter wapen voor mij. Dus dank je wel ervoor allemaal. Hij finished hem. En dan zal die vast en zeker wel die vijand die dus nu is weggerend. En mijn teammate is weer terug. Mijn teammate is weer terug. Die vijand die nu dus is weggevlogen, die zal zeker weten wel weer ook terugkomen. Dus we moeten het heel vier in de gaten houden. Ja, hij komt alweer terug. Ik hoor hem alweer. Ik neem die wingman mee. Hij gooit zijn drone alweer de lucht in. Maar de vraag is nu, waar is die? Want je kan je drone wel leuk de lucht in gooien. Je moet toch ook echt terugkomen? Hij is ontsnapt. Hij vloog weg. Maar hij is gegarandeerd ergens hier weer langs ons gelopen. Maar ja, dat is niet erg. Dan heeft hij het overleven. Komen ze vanzelf weer, kun je nog een keer tegen. Dan kunnen we ze nog een keer afmaken. Dus waarom niet, joh? Maar ja, we moeten ons dus gaan concentreren. Ik heb nu wel redelijk goede wapens. Er liggen ook heel veel kistjes zo te zien. En ik hoor de vijanden. Ze staan binnen, ik zie hem. Op het dakje. Oké, paarse armor, dan weten we dat ook. Volgens mij zijn het zelfs nog twee verschillende teams. Die is knocked. Ja, de wingman is een fijn wapentje. Ja, ja. Ik kan hem wel gaan looten, want er zit paarse armor in namelijk. Mijn armor! Ah, mijn loot! Nee, ik heb allemaal troep bij me. Oh, oké, dat... Ja, teammates. Ja, ik snap dat jullie sneller zijn dan dat ik ben. Er zitten nog enemies naast ons, hè. We zijn gewoon met z'n drieën in dat tasje aan het graaien. Dat maak je ook niet vaak mee. Iedereen zat in de tasje te graaien, jongen. Wow. Oh, die had ik nog moeten hebben. Dat is mijn fout. Ik had hem nog moeten hebben. Ik heb twee batteries. Ik pop er eventjes één. Teammate heeft twee knocked. Lekker bezig met je wingman. Dan kunnen we naar binnen. Gaan we naar binnen. Leef er nog maar één. Hebben jullie ze? Trap de deur in. Daar is die. Ik krijg gewoon geen enkele kill met deze teammates. Jongens toch. Ik wil ook iemand uitschakelen, ja.
Ik schiet ze wiek, ik moet even healen. En mijn team die maakt iedereen af, joh. Maar hey. Daar gaat het niet om in Apex. Het gaat om het potje winnen. En daar zijn we op deze manier wel goed mee bezig. Ik neem toch maar de R99 mee. Toch maar wel. Even een medikitje nemen. Hij dropt al zijn wapens zo te zien. Dan neem ik je ammo mee. Oh, dan neem je zelf weer mee. Oké. Hij dropt zijn hele wapen. Toen pakte hij het weer op. Het is een intensief potje, dat weet ik wel. Maar we werken heel erg goed samen. En zo zie je, ondanks dat ik ze niet ken. Ondanks dat je niet weet met wie ik samenspeel. Hij heeft wel Adam in zijn naam staan. Dus misschien is het wel een Amsterdammer. Kunnen we alsnog wel samenwerken. En kunnen we alsnog wel bij elkaar blijven. En dat vind ik het leuke aan Apex. De meeste mensen die werken nog wel redelijk met elkaar samen. Want dat heb je ook nodig. Om natuurlijk uiteindelijk het potje te vinden. Maar we moeten nu even rustig naar veilige grond lopen. Want anders worden we natuurlijk geraakt door de storm. En dan kunnen we weer op zoek gaan naar het volgende team. En het volgende team staat hier al achter te campen. Oh, 101! Ja, die moet rennen. Die moet echt super hard gaan rennen. En dat is hij ook aan het doen, zo te zien. Er zitten er wel meerdere. Er zitten er wel meerdere. Oh, hij lekt. In mijn rug zit er ook nog een te schieten, zo te voelen. Er zit er hier een te healen, volgens mij. Er zat er hier ergens een te healen. Ik hoorde hem namelijk. Oh, achter me. Zie je wel? Ik wist het, hè? Oh, hij zet zijn Bloodhound aan. Blauwe armen, die kan ik wel pushen. Die heb ik wel. Klim! Dat is mijn teammate. Lekker jongens, let's go. Team achter ons. Dan ga ik mijn airstrike. Er zit nog een team nu letterlijk boven me en de storm die komt eraan. Ik kom weer niet omhoog. Even wachten op mijn eigen airstrike. Zit ik wel in de storm, maar dat is niet erg. Het is toch wel storm 1, dus die doet nog niet zoveel damage. Het is wel een lekker potje hoor. Wow. Ik kom eraan, team. Even de storm uit. Dat doet pijn namelijk. Oké, we zijn eruit. Er komt weer een drone aan. Oh, we worden geïmpied. Eruit. IMP heeft me wel geraakt, hè. Helaas wel. Er staat een heel team hier waarschijnlijk ons op te wachten. Hij gaat je zipline, dat is slim van je. Dan pak ik die ook namelijk. Ik neem je zipline mee. Hij staat daar. Let's go team. Lekker bezig jongens. Ik gooi mijn smokey voor je. Dan kan je even rustig healen. Kijk, ze schieten gewoon op ons. Terwijl ze ons niet zien joh. Ze weten precies waar we staan. Alleen zij pakken ook alweer een zipline. Ze gaan er ook vandoor. We blijven echt goed bij elkaar, man. Dat is echt super fijn. Ik heb alleen nog maar 76 light ammo. Dus ik moet wel, als ik light ammo zie, het meenemen. De kistjes die net in de storm lagen, hebben we natuurlijk niet meegenomen. Ik verander ook even de skins van de wapens. En dan kunnen we ze beter gewoon pushen. Laten we gewoon gaan, jongens. Ik heb geen zin om te wachten. We moeten nu gewoon gaan, man. We doen het al heel het potje. Ik check wel even snel voor light ammo. Kijk, dat bedoel ik. Ammo. Dus hoop ik wel meer dan genoeg weer. En dan kunnen we erop af. Dat is echt gelukt dat dat allemaal ligt. We zitten bij de market te schieten aan de andere kant van deze berg. Dus de vraag is, gaan we via die kant of gaan we via die kant? Welke kant willen jullie? Ze gaan er via links. Oké, cool. Ja, top. Ik vind het helemaal best. Oranje ammo, dankjewel. Neem maar mee. De rest heb ik niet nodig. Dan gaan we erop af. Ze komen eraan. Dan loopt hier een loopbaan namelijk. Ik hoorde er al. Ze zitten heel erg dichtbij hier. Hij werd heel erg dichtbij. Bedoel ik ook echt heel erg dichtbij, zoals je zelf ook al door hebt. Lekker teammate. Dankjewel teammate. Ik moet healen nu. Er zit nog een ander team hier. Oh, achter ons ook. Ik gooi een smoke. We hebben echt helemaal geen tijd om die kistjes ook door te kijken in dit potje, joh. Maar ik moet wel, want ik heb sowieso ammo nodig. Ik ben getagd door de smoke heen. Oei. Er zit nu ook... Pas op, jongens. Ga maar naar achter, want er zit ook nog een team achter ons namelijk. Het is niet handig wat we nu doen.
die was een voorraak, jongen. Oh, Ren. Maar hier zit nog een team. Hier zit waarschijnlijk nog een team. Of die zijn al weggerend. Ik heb ook nu medic nodig. Ja, ik heb sowieso health nodig. Oké, laat maar. Dat gaat niet werken. Help halen. We rennen. Zit er hier nog een team bovenop? Ja, zeker weten dat er een team bovenop zit. Jongens, toch. Wow, yo, 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 yo. Niet het dak op, jongens. Oké, mijn teammate was wel het dak op gegaan. Uh-oh. Dat gaat hij dus niet overleven ook. Er staat een heel team op het dak op ons te wachten. Het teammate is afgemaakt. Ze staan me gewoon vol op te wachten ook. Wow, yo. Dit kost ons veel te veel heal. Dat team dat op die market staat, moeten we gaan pushen. Want ik heb hun spullen nodig namelijk. Die enemy is naar binnen gegaan. Ja, die banner hebben we nodig. Ik ga die banner ophalen, denk ik. Ik doe het. Teammate, ik haal je banner op. Nevermind. Er staat 3 man. Wow, yo, dat gaat nooit lukken. Zij worden nu beschoten door het andere team. Zij worden nu beschoten door het andere team ook. En hier is er nog een team. De teammate gaat er vandoor. Ik moet er ook vandoor. Ik heb letterlijk nog 1 battery. Het is op. Het is op. Ik heb geen healing meer. Ik heb ze geraakt met mijn airstrike. Ik heb healing nodig. Ik heb niks meer. Hier ligt ook niks, hè. Misschien hier nog in. Ik hoop het. Ja, een battery. Oké, okay, chill. Wat ammo erbij. Dank u wel. Mijn teammate die loopt daar. Dat is goed. Oh, mijn teammate wordt ook weer beschoten. Ik kom eraan. De storm komt er ook over 30 seconden aan. Wat is dit voor potje, joh. Ik doe zo enorm veel damage. Maar ik heb er uiteindelijk helemaal niks aan. Wie is de echte? Wie is de echte? Lekker, teammate. Oké, die moeten we looten, jongen. Medic, medic, medic. Ik heb alleen shieldcelletjes nodig. Geen ammo. Syringe neem ik ook wel mee. Lightmag, dankjewel. Zit hier nog wat in, bro? Shield cells, dankjewel. Nog wat ammo, maar ik heb eigenlijk wel meer dan genoeg ammo. Zit hier nog wat syringes in of heb ik dat nou laten liggen? Oh, medkit. Ja, neem die dan maar mee. Zo, oké, cool. De ring komt er ook weer aan, de storm. Maar wat hier gebeurt, joh, dit is echt... Dit is een half competitive potje, joh. Zoveel mensen staan er overal en zoveel damage doen we zonder kills te krijgen. Maar we leven nog, daar gaat het om. Er is wel één van onze teammates uitgeschakeld die we ook niet meer kunnen terughalen. Ik ga dood. Help! Ja, de storm komt eraan. Ik moet gaan healen, want de storm komt eraan. Als zij nu door die smoke heen pushen, ben ik dood. Als die storm raakt, ga ik ook dood. Nee, die stomme storm. Ja, ik kon niet healen. Sorry, teammate. Hij heeft hem wel. Hij heeft hem volgens mij wel. Daar zit hij. Nee! Overleven, teammate! Nou, het is 1 tegen 1. Het is 1 tegen 1. Ik ga hem voor hem proberen te taggen. Hij staat er bovenop. Dan weet hij waar hij staat. Kom op. Hij springt er overheen. Ik tag hem voor hem. Dan weet hij waar hij zit. Oh, hij heeft hem! What a beast! Hij heeft hem! Let's go, bro! En hij revive hem meteen. Dit is heerlijk. 1 minuut 20 voordat de volgende storm komt. 2 andere teams zijn er nog in leven. Oh, en hij heeft nog een gouden backpack ook. Dus ik ben meteen volledig geheeld. Kijk maar naar mijn HP. En ik had mijn shield natuurlijk nog omdat ik dood ben gegaan door de storm en niet door een vijand. Is
shield battery, die moet ik mee. Medkit niet meer, shield zelf wel. Scopejes niet. Ik heb wat meer van deze ammo nodig. Ik heb veel te veel groene ammo. Ja, ik kom eraan. Er zit alweer enemies voor hem. Ik kom eraan, bro. Yes, sir. Oh, ze staan er binnen. Ik heb één Arkstar. Deze van ons zit ook nog enemies. We moeten ook op de storm letten. Ik heb 4 celletjes. Ik kan beter nog wat celletjes halen. Wacht even, teammate. Hij gaat de portal spannen. Nee, ik moet wat celletjes halen. Niet doodgaan, teammate. Uh-oh, teammate wordt nu geraakt. Ja, ik had die celletjes nodig. Hij is weer terug. Ik had die celletjes nodig. Want anders heb ik zo meteen echt een probleem. Storm komt er alweer aan. We moeten dit dakje claimen. Armen kapot. Het andere team zit daar bovenop, zo te zien. Schiet ook op mij nu rustig. Eentje is genokt. Door het andere team. Zo. Ja, die schieten raak, jongen. Die gasten die hebben 100% zeker keer 2 of keer 3 scopes op hun wapen zitten. Want anders kunnen ze me nooit zo raken, namelijk, als ze nu doen. Ik ga die steen claimen hier. Veilig bij de steen gekomen. Wow, oké, niet heel veilig. Ik heb ook geen shields meer voor je. En mijn teammate is down. Nog één team over. Maar ze komen nu pushen. Komt een drone aan. Ja, ze pushen met z'n drieën. Ah, daar konden we niks aan doen dit einde. Nee, daar konden we niks aan doen. Oh, wat een potje was dit, jongen. Ik weet echt niet hoeveel damage ik heb gedaan. Ik had die gast met die hevelknop bijna neer. Maar ja, dan had ik er één gehad. Terwijl er nog 2 anderen ook leefden. Hier konden we niks aan doen. Wat een game was dit, jongen. Wow, yo. We hebben echt wel goed samengewerkt met z'n drieën. We hebben enorm veel damage gedaan. Ik heb 2500 damage gedaan. We hebben met z'n drieën nog 70 kills weten te maken. Maar nee, we hebben niet gewonnen. Nee, wel 2500 damage. Dus je hebt wel een badge gehaald. Maar we hebben niet gewonnen. Oh, en daar ging het om. Puur. Omdat dit de eerste keer is dat ik zoiets doe, ga ik je wel de Pathfinder pack geven, Melanie. Dus dankjewel dat ik op je account mocht spelen. En als je dit vaker wil zien, want het is best wel spannend. En ik ga er zelf ook best wel heel erg veel van stressen. Laat me weten door middel van de duimpje omhoog of in de reacties. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.